De tafel van 5 volgens wiswijs. 1 keer 5 is 5. 2 keer 5 is verdubbelen. 5 er 5 is 10. We gaan een stapje naar beneden. 4 keer 5. Dat wordt het dubbelen van de uitkomst van 2 keer 5. En dat was 10. 10 er bij 10 is 20. We gaan weer een stapje naar beneden. En dat betekent verdubbelen. 4 keer 5 was 20. 8 keer 5 is dus 20 erbij 20 en dat is 40. We gaan uitrekenen 3 keer 5. 4 keer 5 is 20. We gaan 1 stapje terug, dat betekent 5 eraf. 20 eraf 5 is 15. We gaan weer naar beneden en dat betekent een stapje verdubbelen. 3 keer 5 was 15. 6 keer 5 wordt dus 15 erbij 15 en dat is 15. 30. We gaan een stapje naar beneden naar 7 keer 5. Dat betekent 5 erbij. 30 erbij 5 is 35. We gaan uitrekenen wat de uitkomst is van 5 keer 5. 4 keer 5 is 20. 1 stapje verder betekent 5 erbij. 20 erbij 5 is 25. We gaan verdubbelen. Een stapje naar beneden. 5 keer 5 is 25, 10 keer 5 wordt dus 25 erbij 25 en dat is 50. De laatste stap, 1 stapje naar beneden, naar 9 keer 5, dat betekent 5 eraf, 50 eraf 5 en dat is 45.